Dus welkom allemaal. Ik zie dat er nu 34 man in de sessie zitten. Ik heb jullie ook even allemaal op mute gezet. Jullie kunnen jezelf ook unmuten als je dat zou willen. Maar laten we dat even niet doen. Wat ik graag wil doen met jullie vandaag is, ik wil een aantal... even kijken. Ik ben even aan het kijken hoe dat dit nu, waarom dat dit niet verder gaat. Ja, kijk. Ik wil een aantal dingen met jullie bespreken over de nieuwe functionaliteiten van SurfSecureID. We hebben het afgelopen jaar een aantal functionaliteiten dus toegevoegd. Dat komt eigenlijk neer dat we externe RA's of RAA's mogelijk hebben gemaakt. Ik zal dadelijk even toelichten wat dat precies betekent. We hebben ook de instellingsconfiguratie, kun je tegenwoordig inzien. En ook je eigen profiel. Peter, mag even de muziek uit op de achtergrond, alsjeblieft? Oh, ik heb geen muziek aanstaan. Ik denk dat die muziek uit de plenaire sessie komt. Dus als je die webbrowser afsluit, dan is het weg. Ja, ik denk dat je dan nog inderdaad nog iets anders hebt openstaan wat die muziek maakt. En laat maar even weten of het zo is, want hier in deze Zoom zit inderdaad geen muziek. Alleen Peter. Oké. Als je trouwens vragen hebt, even, ik heb dus een paar dingen die ik even wil behandelen. Als je vragen hebt, stel ze even aan het eind van het item. Dan doe dat ook even in de chat. Want als we door elkaar heen gaan praten, dan is dat toch een beetje lastig, lijkt me. Doe dat even in de chat en dan pik ik er een paar uit. En aan het einde kunnen we nog wat algemene vragen beantwoorden, als jullie dat willen. En als laatste ook nog wat ik wil laten zien zijn een paar nieuwe tokens en die ga ik ook even echt aan jullie laten zien hoe dat werkt door dat even doorheen te lopen. De externe RA's of RAA's. Bij SurfSecureID is het zo dat medewerkers en van instellingen die kunnen geverifieerd worden door de service desk. En die service desk die heeft de rol RA. En er zijn een aantal mensen binnen de instelling die RAA zijn. En wat die afkortingen overigens betekenen, is het de registratieautoriteit of de registratieautoriteit admin. En die kunnen mensen dus activeren en identificeren. Maar nu is het zo dat dat alleen maar kan op dit moment, standaard kan het alleen maar op het moment dat de RA of RAA iemand van zijn eigen instelling verifieert. Dat was zoals het tot nu toe was. Maar we hebben nu ook mogelijk gemaakt dat iemand van een andere instelling die RA of RAA-rol kan krijgen voor jouw instelling. Dus die zou ook medewerkers van jouw instelling kunnen verifiëren. En denk dan bijvoorbeeld aan samenwerkingen tussen instellingen, bijvoorbeeld HVA-UvA of UMC-AMC, of ook regionale samenwerking tussen verschillende instellingen. Maar ook bijvoorbeeld dat SURF mensen kan identificeren en activeren, de tokens van die mensen, van bepaalde instellingen. Dus op die manier, er zijn verschillende use cases mogelijk die we daarvoor mee mogelijk maken. En hoe werkt dat nou precies onder water? Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Je moet iemand. De eerste mogelijkheid is: wil je dat iemand van een andere instelling RA of RAA mag worden van jouw eigen instelling? Als dat zo is, dat is de eerste instelling. Als dat zo is, dan nog moet je die rol specifiek toekennen aan die RA of RAA. En op dat moment zou bijvoorbeeld iemand van de HVA mensen van de UvA kunnen identificeren. Dus het begint ermee te zeggen van oké, mag het überhaupt iemand identificeren? De volgende is, ik sta eigenlijk alle RAA's of RAA's van een andere instelling toe om mensen te identificeren van mijn instelling. En op die manier kun je gewoon zeggen van nou, we werken zo innig samen. Weet je, alle RA's of RAA's van die andere instelling, die mogen dat ook voor mijn instelling doen. En dus bijvoorbeeld Amsterdam UMC bijvoorbeeld, dat is een samenvoegsel van AMC en UMC.
Hier zou je kunnen zeggen van nou, iedereen die RA is van het VUMC, die mag ook mensen van het AMC identificeren. Natuurlijk moet je daar afspraken over maken, maar dit zijn in ieder geval de technische mogelijkheden. Als je dit zou willen aanzetten, dan moet je dat even aan ons gaan vragen. Er is geen instelling hier dat je dat zelf kunt doen, maar je moet even specifiek aangeven wat je zou willen en dan kunnen wij het voor je aanzetten. Natuurlijk is het ook gedocumenteerd. Als je de link onderaan even volgt, dan kun je even nalezen. Oké. Okay. Ik zie dat er nog geen vragen zijn voor dit onderdeel. En ik ga gewoon even verder met het volgende onderdeel. Wat wel aardig is, is dat omdat je dit nu kunt doen, die RA's en RA's van een andere instelling, wordt het ook interessant van okay, welke rol heb ik nou eigenlijk binnen die instelling? Volgens mij ben ik er weer als alles goed is. Dat was een netwerkhiccup, ondanks dat ik aan een kabeltje zit. Nou ja, goed, dat kan gebeuren. Waar was ik? Ik was aan het kijken naar de configuratie van je instelling. Hè? Die instellingen die ik net zei, dat is belangrijk om te weten of dat je een andere instelling die opties hebt gegeven. En hier kun je dat eigenlijk zien. Hier onderaan zie je die zaken van, er staat bijvoorbeeld van welke instelling kunnen gebruikers de RAA-rollen krijgen. Nou, in dit geval, dit is instituut F waar ik bekijk. En mensen van instituut F kunnen de RAA-rol krijgen. Maar de andere optie is, van welke instellingen zijn die mensen die RA zijn, ook RA voor mij? Nou, dat is van A, B en natuurlijk van mijn eigen instelling. En voor welke instelling zijn RA's voor mijn instelling ook RA? Nou, dat kun je hier zien. Dus die instellingen die je aan ons gevraagd hebt, die kun je terugzien. Een andere mogelijkheid is nu dat je ook je profiel kunt zien. Want misschien dat je namelijk extra rechten hebt gekregen voor een andere instelling. En dan zou je dat graag willen kunnen terugzien. En dat zien we hier bij je profiel. En dat kunnen dus RA's en RA's zien. Die kunnen hier kijken, oké, welke rollen heb ik nu bij een andere instelling. In dit geval is deze gebruiker, Peter A2, van instelling A. Die is ook RAA bij instelling A. Maar hij is ook RAA bij instelling F. En zo kun je dat terugzien. We hebben die mogelijkheid nu toegevoegd. We gaan even verder naar de volgende. En dat is eigenlijk een belangrijke toevoeging, en dat hadden we daar straks ook al in de plenaire sessie over samen met Femke, is dat Azure of SurfSecure, die ondersteunt natuurlijk verschillende tokens. We hadden natuurlijk altijd YubiKey, we hadden Ticker en we hadden SMS. En we hebben nu twee tokens toegevoegd, waarvan nu de eerste die ik even bespreek is Azure MFA. En het is zo dat de uitgangspunt is dat een gebruiker heeft al een Azure MFA-middel. Dus dat heeft hij geregistreerd bij zijn eigen instelling op een manier zoals jullie dat zelf willen registreren. En dat middel kan dus ook gebruikt worden binnen SurfSecurity. Het is dus zo dat een gebruiker gaat dan naar SurfSecurity, en ik zal het zo ook even laten zien. Die kiest gewoon Azure MFA en kan dat middel dus ook registreren. De koppeling, hoe het onder water de koppeling daadwerkelijk werkt, is eigenlijk dat SurfSecurity die eigenlijk een aanroep doet naar Azure AD voor die Azure MFA. Om dat te laten zien als eindgebruiker. Het is ook nog mogelijk om aanroep naar de ADFS te doen. Maar dat is eigenlijk wat minder gebruikelijk tegenwoordig. Zeker als je Azure MFA al op Azure, nou dat is op Azure gedefinieerd. Dus eigenlijk spreekt het voor zich eigenlijk om die call naar Azure te doen. Maar stel dat je een andere tweede factor aan ADFS gekoppeld hebt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een NetIQ tweede factor bijvoorbeeld. Of een Duo tweede factor. Of een... nog een andere hardware token van Vasco of zoiets, dan zou je die ook kunnen aanroepen. Want je zegt gewoon tegen ADFS, hey ADFS, doe een multifactor authenticatie. Welk middel daarachter zit, dat is eigenlijk geabstraheerd daarvan. Ik zal het eventjes laten zien hoe dat werkt. Dan ga ik even mijn delen even overschakelen naar een ander deel.
En als het goed is, zien jullie nu mijn desktop. En op desktop zie je een browser van mij en aan de rechterkant zie je mijn telefoon. Wat ik nu doe, daar moeten we naartoe. Wat ik nu doe, ik ga eerst eens even een middel registreren als eindgebruiker. Dus ik ben gewoon een eindgebruiker. En ik ga inloggen bij SurfSecure ID met de self-service. En ik doe dat met een Harting College. En dat is een specifieke ADFS-omgeving die wij gebruiken om te testen. Nou, met medewerker 04 log ik in. En dan ben ik op het registratieportaal. Nou, hier zie je dus de verschillende middelen die mogelijk zijn. En ik kies als eindgebruiker voor mijn Azure MFA. En het is ook echt van, het Azure MFA token zelf moet die gebruiker dus al in bezit hebben. Dus die moet via Azure dat token al een keer geregistreerd hebben. Nou, ik selecteer deze. Er wordt nog wat extra uitleg gegeven. En er wordt ook gezegd van, nou, als je niet zeker weet of dat je token hebt, dan kun je dat hier opzoeken. En dan zeg je, oké, registreer. Er zit nog één stap tussen. Die gaan we ook weghalen binnenkort. En dat is dat hier de gebruiker nog één keer zijn wachtwoord moet in... niet zijn wachtwoord natuurlijk. Maar zijn e-mailadres moet invoeren. Die stap gaat er tussenuit, omdat we op zich het e-mailadres ook al weten. Maar op dit moment zit dat er nog in. Als ik dit dus nu doe, dan kies ik op volgende. En dan zie je, nou moet ik dus mijn tweede factor laten zien. Je ziet de pushbericht binnenkomen op mijn telefoon. En ik open dat pushbericht. En moet de aanmelding goedgekeurd worden. En nou, dit is standaard Azure MFA natuurlijk, de Microsoft Authenticator. Ik kies op goedkeuren. Ik moet gewoon mijn pincode of mijn vingerafdruk. Ik doe nu mijn vingerafdruk. En op dat moment heb ik mijn Azure MFA gedaan en ga ik verder bij SurfSecure ID. En dat gebeurt gewoon automatisch. Dus nu is mijn middel geregistreerd bij SurfSecure ID, maar nog niet geactiveerd. Wat ik nu even doe is, ik ga ook even dit middel eventjes activeren. Dat moet ik even in een andere browser doen, want ik moet natuurlijk als een andere gebruiker eventjes inloggen. Ga ik naar de RA interface toe. Ik kies hier BV. Dat is Surfnet als identiteit. En dan realiseerde ik dat ik niet de juiste YubiKey bij me had. Maar de juiste YubiKey die zit in mijn tas. Slechte voorbereiding, Peter. Ah, hier is die. Deze moet ik hebben. Nou, die doe ik eventjes in een vrij slot. Zo. En dan kan ik inloggen. Hier vul ik dan natuurlijk die activatiecode in van die gebruiker. Die zoek ik even op. En dan moet ik de identiteit controleren. Hè. Dat gaat gewoon normaal zoals dat ook zou moeten. Met een identiteitsbewijs. In dit geval doe ik het even zo. En verifieer identiteit. En op dat moment is het token geactiveerd. Wat ik nu even laat zien is, als eindgebruiker weer, ga ik even naar mijn overzicht van mijn tokens, zie ik nu dat mijn Azure MFA inderdaad geregistreerd is. Ik kan hem nu testen, dit token. En dat doe ik ook. En een van de dingen die je nu zult zien, ploep, hij is getest. Ik heb geen authenticatie meer gedaan. En dat is dus ook meteen wat je ziet. Je ziet single sign-on ontstaan. Hè, want ik was net al geïdentificeerd bij Azure. En die sessie heeft hij hergebruikt. En dat zul je dus ook zien in een normale gebruik, dat die sessies gewoon hergebruikt kunnen worden. Nou, een van de dingen die we ook hebben toegevoegd is FIDO 2. Ja, en als we kijken naar wat is dan mogelijk met FIDO 2. Dat is de volgende slide.
Ik zal hier niet al te veel meer op ingaan. Er is een hele goede blog geschreven. Lees die vooral eens eventjes. De slides komen naar jullie toe. Maar wat ik graag even wil zien is, hoe ziet dat er dan uit, FIDO 2, voor een eindgebruiker? Dus dan switch ik weer even terug naar mijn desktop. En als je hier nu weer in dat registratieportaal, kan ik nog een token toevoegen als eindgebruiker. En wat ik nu doe, kijk, ik kan nu kiezen voor FIDO 2. En FIDO 2 is echt een van de mooie, veilige, open standaard identificatiemethodes. Waarbij het wel belangrijk is dat de mensen een geschikt token hebben. En dat kunnen YubiKeys, maar ook FiChan tokens, eigenlijk allerlei soorten tokens zijn. Ik heb op dit moment een YubiKey token, die ook dus FIDO 2 spreekt, taaltje. Nou, als ik die registreer, dan zie je nu een pop-up komen van mijn browser. Dit is niet iets van Surf Security, maar dit is van mijn browser die dat zegt. Die zegt, ik moet nu kiezen voor een USB-sleutel en mijn USB-sleutel even aanraken. En dan zegt hij, ja, oké. Wil je dat deze site jouw sleutel kan zien? En dan zeg je, toestaan. En dan is die op zich geregistreerd, maar nog niet geactiveerd. Dat doe ik ook meteen eventjes. Dat doe ik even snel. Hetzelfde. En als die geactiveerd is, kan ik hem weer gebruiken. Nou, het mooie is nu, ik heb dus nu twee tokens voor deze gebruiker geregistreerd, Azure MFA en FIDO 2. En ik kan een token testen. Nou, in dit geval kies ik nu even voor FIDO. Ik selecteer hem. En dan zegt hij weer, hey, je wil inloggen met je FIDO token. Laat je sleutel zien. Nou, die zit nog in mijn PC. Ik druk even op het knopje en ik ben ingelogd. En echt het mooie van FIDO is, het is veel veiliger dan alle andere tokens. En het is ook veel gebruikersvriendelijker en veel goedkoper. Ik zou vooral zeggen van lees die blog er even. Want dat is echt, dat geeft je veel inzicht daarover. Verder heeft FIDO 2 ook hetzelfde LoA, Level of Assurance 3. Dus dat kunnen ook RA's en RA's gebruiken om ermee in te loggen. Het is alweer, tijd gaat sneller als je fun hebt. Ik heb nog één vraag, die wil ik nog heel even zien. Hoe zit het met aantonen bezit? Hoeft dat in deze testomgeving niet? Nee, dat ligt niet aan de testomgeving, maar dat ligt aan de middelen. Voor FIDO 2 en Azure MFA is het niet meer nodig dat een eindgebruiker zijn token aantoont op het moment dat hij bij een RA is om zijn token te activeren. En het komt omdat FIDO, anders zou hij zijn FIDO 2 token echt in de PC van de registratieautoriteit moeten steken. Nou, dat is eigenlijk niet heel handig. En ook Azure MFA, dan zou de eindgebruiker met zijn Azure wachtwoord en tweede factor op de PC van de RA, van de service desk, moeten inloggen. Nou, dat wil je mensen niet gaan aanleren, dat ze op een andermans PC moeten gaan inloggen op die manier. Dus die stap is er tussenuit gehaald. Ja, de tijd is om. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid en voor de interesse in mijn sessie. En ik ga deze afsluiten en jullie kunnen weer verder naar een volgende sessie. Bedankt en tot de volgende keer.